Mijn hoogtepunt van de eerste seizoenshelft was de oprichting en lancering van Excelsior Voetbal. Ja, we zijn daar 1,5 jaar geleden mee begonnen en het is een enorme stroomversnelling geraakt. En zelfs zo groot en zo snel onderdeel van de club geworden. Ja, dat we daarvoor een eigen stichting hebben opgericht. En ik denk dat daar binnen deze organisatie van Excelsior heel erg hard aan gewerkt is. En dan is het mooi dat je uiteindelijk tot zo'n eindresultaat komt. Excelsior heeft gewoon een maatschappelijk belang binnen de samenleving te dienen, denk ik. Je maakt als voetbalclub gebruik van een aantal middelen die door de samenleving beschikbaar worden gesteld. Dus dan is het niet meer dan logisch dat je daar ook wat voor terug doet. Dat doen wij. En wij bieden dus een hoop doelgroepen de kans om maatschappelijk actief te zijn in combinatie met Excelsior. En daarvoor is met name Excelsior Voetbal opgericht. Als je de eerste seizoen zelf een cijfer mag geven, buiten het veld, wat zou dat zijn? Dan zou ik een 8 geven. Nou, op maatschappelijk gebied denk ik dat we enorm groeien. Hè, en dat de stichting daarvan het eindresultaat was. En het is nu denk ik heel erg belangrijk dat we gaan doorpakken in de toekomst. En ook een aantal grote projecten naar Excelsior gaan halen. Waarmee we niet alleen nu zichtbaar zijn, zoals nu zeg maar in Kraling en Krooswijk en de omliggende deelgemeenten. Maar ja, dat je ook wat problematiek in geheel Rotterdam kan proberen te verhelpen. En ik denk dat we daar hard op weg zijn dat het goed gaat. En verder gaat die commercieel bij Excelsior gaat natuurlijk ook hartstikke goed. De stoelen zijn allemaal uitverkocht. We hebben zelfs een nieuw vak gecreëerd waar ook alweer de stoelen heel hard van gaan. Dus op dat gebied zijn we ook hartstikke goed bezig. Wij moeten er wel naar streven om in de toekomst, zeker in de Eredivisie, bijna altijd een uitverkocht huis te hebben. Nou, is het nu voor de winterstop is het volgens mij 2 of 3 keer gelukt. Is wel de bezettingsgraad wat omhoog gegaan ten opzichte van een 10-11 jaar geleden. Toeschouwersaantal van vorig seizoen hebben we dit jaar nog niet gehaald. Dat zal deels een stukje denk ik door de prestaties toch komen. En ik denk ook omdat wij zijn natuurlijk eigenlijk een beetje slachtoffer geworden van het eigen succes. Dus we hebben vorig jaar een uitmuntend seizoen gedraaid denk ik. Met een aantal hele leuke spelers waarvoor je ook naar het stadion kwam. Nou, daar zijn we een aantal van verloren. En we zijn nu een nieuw team aan het opbouwen. En dat heeft tijd nodig. En dus vallen de resultaten soms ook wel tegen. We zijn wel aan het proberen om de mensen die hier bij Excelsior komen echt voor Excelsior te laten komen. En minder afhankelijk te laten zijn van niveau alleen. Het is een utopie om te denken dat iedereen die hier komt altijd bij Excelsior zal blijven. We hopen het uiteraard wel. En los daarvan vinden wij binnen de club ook gewoon dat je altijd het hoogste na moet streven. Dus wat dat betreft is het van zeer groot belang dat Excelsior in de Eredivisie blijft.